Het is dinsdag 29 september. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Meer werk voor binnenvaart door lage waterstanden. Flatbewoners belaagd door miljoenen grasvliegjes. En koeien in Hoornaar ziek van hondenpoep. En alvast kort het weer, hier is Ed Aldus. Woensdag hebben we te maken met veel bewolking. In de loop van de dag mogelijk ook dat af en toe even het zonnetje tevoorschijn komt. Het wordt 17 hooguit 18 graden en het blijft vrijwel droog. De crisis in de binnenvaart is tijdelijk voorbij. De sector wordt geholpen door moeder natuur. Omdat er de laatste maanden weinig regen is gevallen, staat het water in de rivieren lager dan normaal en kunnen schepen minder zwaar worden beladen. En vervoerders hebben daardoor meer schepen nodig om dezelfde hoeveelheid lading te vervoeren. Hoewel de meevaller van tijdelijke aard is, geeft het de voor onze regio zo belangrijke sector wel een steuntje in de rug. Het zijn moeilijke tijden voor de binnenvaart. De crisis raakt de sector keihard. Er is te weinig lading voor te veel schepen. Dat er nu al zo lang weinig regen is gevallen, geeft de schippers een beetje lucht. Door het lage water zijn er meer schepen nodig. Wij schatten dat we een overcapaciteit hebben in de binnenvaart van 30%. En op dit moment zien we dat iedereen eigenlijk aan het werk is. Dus dat betekent dat die overcapaciteit door het lage water nu min of meer geëlimineerd is. Dit zijn foto's vanuit Oost-Nederland en Duitsland. Door het lage water zijn delen van de rivier niet eens meer begaanbaar. De consequenties voor de hoeveelheid lading zijn enorm. Schepen die normaal gesproken met 3,50 meter diepgang zouden kunnen varen, die kunnen op dit moment met 1,80 meter varen. Dat lijkt de helft van het laadvermogen, maar dat is eigenlijk nog veel minder dan de helft van het laadvermogen. Dus zeker hele grote schepen die nemen nog maar een derde van hun laadvermogen mee. Hoewel het zomerweer van de laatste maanden nu definitief ten einde lijkt, wil dat toch allerminst zeggen dat het werk voor de binnenvaart alweer voorbij is. De laatste berichten in Duitsland die wijzen nog niet echt op veel regen. Maar de bodem is ook heel erg droog. Dus de eerste regen die gaat vallen, die wordt als een spons in die bodem opgezogen. En die zal zeker niet heel snel voor hoge rivierstanden gaan zorgen. De verwachting is dat zelfs als het nu weer in normale proporties gaat regenen, de binnenvaart tot het eind van het jaar de extra hoeveelheid werk houdt. Bij schokdemperproducent Kony in Oud-Beijerland verdwijnen 215 van de 480 arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit het sociaal plan waarover het personeel vanavond beslist. Eigenaar ITT was van plan om 300 werknemers van Kony te ontslaan. En ook het sluiten van de fabriek in Oud-Beijerland werd niet uitgesloten. Door overleg van FNV-bondgenoten en de ondernemingsraad met de directie is het plan aangepast. Voor de ontslagen werknemers is een afvloeingsregeling en een outplacementregeling geregeld. Met het plan investeert ITT zeker tot 2014 in het bedrijf. De politiebond ANPV vindt het onaanvaardbaar dat 5 politiemensen die ruim een maand geleden dienst hadden tijdens de rellen op het strand van Hoek van Holland door justitie als verdachten worden beschouwd. Het tast volgens de bond het gezag van de politie aan en bovendien gaan agenten twijfelen of ze nog wel diensten willen draaien met dit soort risico's. Terwijl een groot deel van de relschoppers nog op vrije voeten is, hebben inmiddels 5 van de betrokken politieagenten die hun dienstwapen hebben gebruikt zich moeten verantwoorden voor de rechtercommissaris. Kennelijk vindt justitie dat zij iets hebben gedaan dat niet door de beugel kan. Ongelooflijk deze handelswijze van justitie, zegt de Algemene Nederlandse Politievereniging. Ik vind het heel triest dat het OM beslist om zonder motivatie dit naar buiten te brengen, waarmee ze eigenlijk de collega's die al schade hebben opgelopen nog een keer extra zullen beschadigen. Ja, want wat betekent dit voor de collega's, zo'n mededeling? Nou, dit betekent dat ze inderdaad, ondanks dat ze heel goed hun werk hebben gedaan, waar iedereen vol lof over is, de dood in de ogen hebben mogen kijken, nu nog een keer iets als voelt als steek in de rug krijgen van het OM van Den Haag. Nou, dat is goed voor de rechtsbescherming, hè? Van de collega's zijn nu officieel verdachten, mogen zwijgen. Ja, dat mogen ze nu inderdaad. Ze mogen nu niks meer zeggen, maar een beetje laat, vind ik. Want ze hebben namelijk aan de voorkant van het verhaal als goed politieambtenaar alles moeten vertellen, alles op papier moeten zetten, een ambtsedig verbaal op moeten maken. En vervolgens wordt dan naar aanleiding van die gegevens bepaald of ze wel of niet verdachten zijn. Dat vind ik triest. Burgemeester Abu Taleb noemt de situatie zuur voor de politiefunctionarissen. Dat is wat te zacht uitgedrukt, zegt de politiebond. Ik had een wat sterke beoordeling van de burgemeester verwacht. Ook als korpsbeheerder denk ik dat hij verantwoordelijk is en vooral voor zijn mensen op moet gaan staan en moet zeggen van ik vind dat het OM hierin fouten heeft gemaakt en dit niet kan. Overigens zijn nog 2 verdachten aangehouden in de zaak. Een 22-jarige man uit Krimpen aan de IJssel en een 19-jarige Katwijker.
Er moet snel een plan van aanpak komen om de veiligheid op het goederenspoor te verbeteren. Dat zegt spoorbeheerder ProRail. Dit jaar waren er al 4 ongelukken met goederentreinen, terwijl dat normaal gesproken zelden voorkomt. ProRail wil meer controles op het materieel en betere opleidingen voor machinisten. Het ongeluk met de goederentreinen in Barendrecht is het 4e van dit jaar. En in alle gevallen hadden de gevolgen nog veel ernstiger kunnen zijn. ProRail wil dat er snel maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen. Nou, in de eerste plaats zien wij dat het toezicht beter kan door de inspectie van Verkeer en Waterstaat. Wij pleiten zelfs voor een soort APK voor treinen. Je kunt het vergelijken met de luchtvaart. Als daar iets mankeert aan vliegtuigen, een schroefje zit los, dan wordt het aan de grond gehouden. Soms hele vloten. Wij vinden dat zo'n systeem ook voor goederentreinen zou moeten komen. Verder wil ProRail dat gevaarlijke stoffen voortaan alleen via de Betuwe-lijn vervoerd worden, omdat die het beste beveiligd is. En de vervoerders zouden zelf ook hun materiaal beter moeten controleren. Want bij 3 van de 4 ongelukken dit jaar bleek slecht materiaal de oorzaak te zijn. En houdt de vervoerder zich dan niet aan de regels, dan wil ProRail streng zijn. Nou, uiteindelijk is het zo dat we in het uiterste geval, zoals wij dat noemen, de rode vlag in het spoor zouden kunnen zetten. En bepaalde vervoerders de toegang zouden kunnen ontzeggen. Nou, zover willen we het niet laten komen. We gaan ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat we samen met vervoerders en overheid om de tafel gaan om een goed plan van aanpak te maken. Zodat we heel snel binnen enkele maanden al resultaten zien. Volgens de branchevereniging van de goederenvervoerders, de KNV, is er geen enkele vervoerder die bewust met kapot materiaal het spoor opgaat. Wel vindt de KNV dat de opleidingen voor machinisten beter kunnen. Die zijn in de afgelopen 15 jaar niet gemoderniseerd. Miljoenen kleine vliegjes belagen sinds een paar weken een hoge flat in Rotterdam-Ommoord. Bewoners van de bovenste verdiepingen worden er gek van. Maar er lijkt weinig tegen te doen. Ramen dicht houden werkt het beste. Maar dan nog weten de vliegjes via kieren binnen te komen. Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel in de maand september. Maar zo erg als nu is het nog nooit geweest. Peter Bakker woont op de 19e verdieping. Zijn ramen houdt hij dicht, zijn balkon maakt hij dagelijks schoon, maar er valt nauwelijks te vechten tegen de beestjes. Telkens weer komen er nieuwe zwermen bij. Want hoe hoger en hoe warmer, hoe lekkerder de vliegjes het vinden. Ik woon hier een jaar of 8. En dus elk jaar is het rond september is het. En ja, het is nog nooit zo erg geweest als dit jaar. Hier zitten ze op het plafond. Dan komen ze door die roosters naar binnen toe. Ja, in het traphuis zitten er nog meer. Het is meer geweest, hè. Normaal gesproken legt er echt een tapijt van een paar centimeter waar je doorheen moet lopen. De woningbouwvereniging zegt niks te kunnen doen, behalve regelmatig schoonmaken. Ook de Rotep is al langs geweest. Volgens de ongediertebestrijding zijn het grasvliegjes. Vooral in september zijn ze actief. En als je bijvoorbeeld je ramen niet dagelijks zeemt, dan krijg je dit. Maar ook een dagelijkse schoonmaakbeurt helpt nauwelijks. Ik heb bleekwater gebruikt, ik heb ammoniak gebruikt, ik heb zoveel gebruikt. En ja, als die winter erin staat, blijven ze gewoon komen. Dan kun je alles doen, maar nee. Peter kan weinig anders doen dan wachten op koeler weer en regen. Dan zal de plaag vanzelf weer verdwijnen. Er hangt weer een herinneringsbord op de plaats in Rotterdam waar in 1466 Erasmus ter wereld kwam. Gisteravond is het onthuld. Hier naast de Laurenskerk is op 28 oktober 1466 Desiderius Erasmus geboren. Toen heette de straat nog de Wijde Kerksteeg, tegenwoordig het Grote Kerkplein. Op de plaats waar nu nummer 42 staat, moet de wereldberoemde Rotterdammer zijn geboren. De stichting Erasmushuis wil Erasmus meer zichtbaar maken in de stad en heeft daarom de geboorteplaats van de filosoof opnieuw gemarkeerd met een herdenkingsbord. Er hing vroeger al zo'n bord, maar dat is vorig jaar losgewaaid tijdens een storm. Het bord was toen zodanig beschadigd dat er een nieuwe moest worden gemaakt en die hangt er dus sinds gisteravond. Boer Arie Anen uit Hoornaar heeft de primeur. Hij is de eerste agrariër met een anti-hondenbord op zijn erf. Hondenpoep maakt namelijk zijn koeien ziek. Een van zijn weilanden ligt aan een wandelpad waar vaak honden worden uitgelaten. En op zich is dat niet erg, waar het niet dat de honden vaak ongemerkt een bacterie bij zich dragen die via hun ontlasting overgebracht wordt op de grazende koeien.
Koeien krijgen miskramen dan en uiteindelijk worden ze ook onvruchtbaar. Bij ruim 3600 boerenbedrijven komen nu borden te staan die hondenbezitters oproepen het weiland niet in te gaan met hun viervoeter. En Arie Anen heeft het bord al geplaatst. Boer Anen. Goedemorgen. Ik kom voor het bord. Oké, ja, nee, dat is prima. Zullen we er even naartoe lopen? Dan, want waar is het, staat achteraan? Er staat een paar honderd meter het weiland in bij het begin van het wandelpad. Dus dan lopen we er even naartoe. Dit pad loopt, zeg maar, 2 kilometer gaat het door naar het dorp Hoornaar. Over zo'n tientwegje. Het is machtig mooi lopen hier. En kijk, als de mensen hier het tientwegje lopen, dat is niet zo'n probleem als ze dan een hond bij zich hebben, als ze hem aangelijnd houden. Maar het probleem komt pas als ze met die hond dus, ons weiland binnen gaan. Dus daarom hebben we hier die borden laten plaatsen. Die honden die hebben een besmetting bij zich. En die... Tenminste, sommige honden. En de koeien worden daardoor besmet als die honden hier een behoefte doen. En dat gebeurt toch regelmatig. En dan kuilen wij het gras in of we hooien het. En dan komt dus die besmetting in de koe terecht. Waardoor ze regelmatig te vroeg kalven. Dan hebben ze een abortus. Hoeveel besmetten van de 80 heeft u er? Ja, van de 80 hebben wij er... Bij de laatste keer dat we dus het bloed hebben laten onderzoeken, waren er 20 positief. Dus 1 op de 4. Die daar aan kan lopen, met die witte bles... Die is wel, en die krijgen we dus ook niet meer drachtig. En die is ook, die heeft een hoge besmetting. Ja. En wat betekent het eigenlijk? Ja, die besmetting die wordt dus, die heeft 1,5 jaar terug gekalfd. En is een paar keer wel geïnsemineerd, maar die wordt dus niet drachtig. En die gaat gewoon een keer naar het slachthuis omdat die niet meer kalft. Oké, en anders had ze nog heel wat jaartjes op de boerderij gestaan? Ja, nou, ze is 4 jaar nu, dus normaal kan ik hoe makkelijk 8 jaar worden. En of nog ouder. Hoe lang staan die borden er? Ja, die staan er nu 2 weken, denk ik. Werkt dat een beetje? Ja, ik zit natuurlijk niet altijd op de loer. Maar ik heb nog geen hond gezien in de polder, dus ik denk dat de mensen er zich wel aan houden, ja. Er is goed en slecht nieuws te melden als het gaat om de bestrijding van de muskusrat. Zo zijn de rattenvangers op het eiland IJsselmonde zo succesvol geweest dat ze nu bijna niets meer te doen hebben. Maar in de Hoekse Waard is het dweilen met de kraan open. De ratten planten zich razendsnel voort en het lukt de bestrijders niet daar iets aan te doen. De rattenvangers van IJsselmonde zijn daarom naar de Hoekse Waard gestuurd. Een van hen is Ferry Korrel. Hij moet ervoor zorgen dat de muskusrat uit het plaatsje Piershill verdwijnt. Zo, spullen mee. En dan gaan we. Hier heb ik dus gisteren de klemmen gezet en die ga ik nou controleren. Oh ja, en er staat ook zo'n stok bij. Ja, je pijlen boven mee, maar dat zijn stokken om... Precies, dat zijn vlaggetjes om de klemmen te markeren, zodat we ze zelf natuurlijk nog makkelijk terug kunnen vinden. Ja, ja. De plomp in. Het ziet er voor een leek ziet het er altijd wat gevaarlijk uit, maar dat is het in principe niet. Ik loop in de sloot, bij wijze van spreken, net zo makkelijk als gewoon jullie op de weg. Maar zwemmen er nou ook allemaal ratten langs je benen? Nee hoor. Denk je dat er één in zit? Ik weet het nog niet. Deze twee is alvast niks. Oh, is dat nou balen of niet? Deze laatste hier hangt er één. Ja? Kijk. Misschien leeft hij nog wel half, of niet? Nee hoor. Oh. Die zit er al een poosje in. Ik denk van gisteravond af. Zag er een beetje vies uit? Nee hoor, dat is niet vies. Stel als rattenvanger hier niks aan doet, wat gebeurt er dan uiteindelijk? Nou, uiteindelijk is zo'n hele wal, moet helemaal gerepareerd worden. Al die ratten die hier geboren worden, gaan ook op hele kritische plekken zitten. Zoals bij de dijk, bij het spoor, alle linkerplaatsen die er zijn. Dit zijn eigenlijk de kraamkamers.
van het gevaar, zou ik maar zeggen. U houdt hem een beetje vast zoals mijn zoontje zijn knuffelbeest vasthoudt. Ja, 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 ja. Toch ja. Wel een beetje, toch een nou, beetje in principe, teder, zeg maar. In principe, kijk, deze rat is nu nat. Maar in principe, als die droog is, dan heeft hij een heel mooie pels. En dan zien ze er heel mooi uit. Dus wat dat betreft is het eigenlijk wel zonde. Het zijn hele mooie dieren. Maar ja, goed. De noodzaak is er toch. Wat is dat nou precies? Nou, dit is dus een gazen afzetting. Met twee klemmen erin, kijk, dat zie je. En op die manier proberen we ze dus tegen te houden. Ja, nu zit er niks in, hè, in die klemmen. En nu zit er niks in. En wat betekent dat nou, dat ze hier nog rondzwemmen of dat ze allemaal richting de dijk zijn, dat u eigenlijk te laat bent? Dat zou eventueel kunnen. Maar goed, we strijden dus vlakdekkend, dus we gaan elke sloot bekijken, straks van de winter. En in dit gebied zeker twee keer. Dus die ratten die eventueel weg zijn, die komen we dan ook nog tegen. Ja, de rattenvanger van Piers Hill. Een belangrijk moment gisteravond voor de makers van de film Carmen van het Noorden. De film beleefde zijn première in de stad waar hij is opgenomen, Rotterdam. Het verhaal gaat over een jonge politieman die een moord onderzoekt. En tijdens het onderzoek komt hij Carmen tegen. Een femme fatale die zijn leven op zijn kop zet. Bijzonder aan de film is dat niet alleen Rotterdam een belangrijke rol speelt, maar ook gewone Rotterdamse jongeren met acteerambities die auditie konden doen voor de bijrollen. Ik zeg steeds, en dat zeggen we eigenlijk allemaal, Rotterdam heeft de mooiste, grootste bijrol in de film. Ja. Het is een hele Rotterdamse film geworden met heel veel Rotterdamse locaties erin en allemaal Rotterdamse mensen, voor en achter de camera. Carmen van het Noorden is geïnspireerd op het boek Carmen van Prosper Mérimée en de opera Carmen van Bizet. Maar het is ook een remake van een Nederlandse film uit 1919, gemaakt door de opa van de huidige regisseur. En in 1919 was die film ook heel erg hip. Er kwamen heel veel jongeren op af en het was een groot rumoer in Nederland. Is hier in Rotterdam in de Roxy in première gegaan. Het verhaal. Regisseur Jos zet zijn relatie op het spel als hij de mooie Carmen ontmoet tijdens het moordonderzoek. Jos zet zijn principes aan de kant en wordt wie hij niet wil zijn. Ik wist niet dat jou kon zingen. Er zijn wel meer dingen die ik kan en die jij niet weet. Het verhaal is gefilmd in een Rotterdams decor. En verder zijn vorig jaar tijdens een aantal workshops Rotterdamse acteurs gerecruiteerd om te schitteren naast de professionals. Toen kwamen er 400 jongeren die eigenlijk wel mee wilden doen in de film. Toen hebben we gewoon een soort casting gehouden onder die 400 jongeren. En er zijn een stuk of 8, 9 mensen die daaruit een rol hebben gehad. Praat, jongen, praat. Chill. Ik weet het niet. Op een dag was ze gewoon verdwenen, ja? Ik moet mezelf op dit soort momenten ook tot de orde blijven roepen van hey, je staat gewoon met Tycho op film en je, ik sta nu op dat scherm, weet je. En dat blijft gewoon heel tof. Is het een afspraak? Ze kan niet opdagen. Weg, houd mij. Lijkt wel of je gewoon jaren met elkaar staat te spelen. Ja, en het zijn ook gewoon mensen met zoveel talent. Dat het viel gewoon niet op dat het zeg maar amateurs waren of mensen met minder ervaring. Ja. Of moet ik zeggen, hoe? Ja, pittige tante dus, die Carmen van het Noorden. Tot slot, voorlopig weinig verandering te melden over het weer. Hier is het alles. De eerste bladeren vallen van de bomen. De paddenstoelen verschijnen her en der. Kortom, het is herfst. En ik heb hier een mooie foto van de natuur. Van twee vliegenzwammen. En maakt u nou ook van dit soort fraaie foto's? Nou, schroom niet, beste kijkers. Stuur ze in naar weerfoto@rijnmond.nl. Nou, de dag van vandaag, die was somber, saai, weinig of geen zon. Ik heb heel even een klein zonnetje gezien en een paar druppeltjes motregen, maar daar bleef het dan ook bij. Temperaturen liepen op naar hooguit 18 graden. Vanavond en vannacht komt er in dat weerbeeld vrijwel geen verandering. Blijft op de meeste plaatsen droog, hè? Misschien een spatje motregen. Temperaturen 14, 15 graden bij een zwakke tot matige westenwind. En dan morgen overdag
Nou ja, beginnen we met veel van hetzelfde en dat betekent een grijze massa. In de loop van de dag kan de zon soms even tevoorschijn komen. Zal niet veel voorstellen, denk ik. Temperaturen 17, hooguit 18 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog bij een matige westenwind. Donderdag en vrijdag komt er in dit weerbeeld weinig verandering. Veel bewolking, soms een beetje zon. Vrijwel overal droog. Temperaturen zakken erbij naar 15 graden. En dan de zaterdag, dan wordt het echt herfstachtig weer. De wind gaat aantrekken. Misschien langs de kust wel stormachtig. Windkracht 8. En eindelijk, ja eindelijk, gaat het dan regenen. En dit was het Rijnmond Nieuws van dinsdag 29 september. Een fijne dag nog en graag tot morgen.